Ik heb afgelopen week een verslag gekregen van mijn mensen, mijn inspectiemensen, over beide bezoeken. En daaruit is naar voren gekomen dat er tekortkomingen zijn, zowel op Aruba als op Curaçao, bij de toezichthoudende autoriteiten. En aangezien alle betrokken regeringen, zowel de regering van Curaçao als ook de regering van Aruba en de regering van Nederland het van belang vinden dat we de luchtvaartveiligheid hoog houden, is het dus noodzakelijk om te interveneren. Een interventie. En ik wil u wel daarbij zeggen dat de situatie op Curaçao nog van een andere orde is dan die op Aruba. En we zien dat de situatie op Curaçao zeer zorgelijk is. Als het gaat om het toezicht op de luchtvaartveiligheid en de situatie ook bij het bedrijf InsoAir zelf.